Dag dames en heren, welkom bij het jaaroverzicht van Studio Zuidwest. Vandaag kijken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen van 2012. Op 1 januari 2012 organiseert de World Servants Groep uit Bolsward voor de 5e keer de nieuwjaarsduik in Bolsward. Dit keer wordt iedereen door Wout Zijlstra het water ingetoeterd, waarna ook hij zelf het water induikt. Weer terug op het droge heeft hij een goed advies voor volgend jaar. Ik ga er heel langzaam in, maar uiteindelijk weet ik wel van vroeger het beste is er om niet een keer in. Nou, dan wordt het stikje voor stikje. Maar goed, ik tik maar op een ouderwetse manier. Het bleef na de duik nog lang gezellig bij de verschillende kraampjes met onder andere snet en chocolademelk. Na een tijdje proef te hebben gedraaid, wordt Hajo Apotheker beëdigd als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Hajo Apotheker wordt na bijna een jaar waarnemend burgemeester te zijn geweest in november voorgedragen als burgervader. Na een toespraak van John Jorisma legt Apotheker de eed af. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaart mijn beloving. Begin februari is heel Nederland in de ban van het winterweer. Temperaturen ver beneden nul zorgen ervoor dat er bijna overal geschaatst kan worden. Hoewel er volgens het KNMI sprake is van een officiële koude golf, kan tot teleurstelling van velen de Elfstedentocht op de schaats niet worden verreden. Wel worden er in onze gemeente allerlei activiteiten op het ijs georganiseerd. Op 4 februari wordt op de gracht van de Appelmarkt in Bolsward een spekrijderij georganiseerd. Nadat de baan is geveegd, kan er gereden worden. Op houtjes en in een lange onderbroek wordt gestreden om de hoofdprijs. 2 zijden spek, beschikbaar gesteld door de lokale slager. 2 dagen later kan op het IJsselmeer bij Hinderlopen het Fries kampioenschap marathonschaatsen worden verreden. Onder goede omstandigheden is het bij de mannen uiteindelijk Arjan Stroetinga die met de winst naar huis gaat. Op zaterdag 11 februari kijken op hetzelfde ijs velen duizenden mensen naar traditionele belsliedjaaien. De Friese paarden, de deelnemers in de klederdracht en de arresleeën zorgen voor een sprookjesachtig tafereel. De auto's staan tot ver buiten de stad geparkeerd. En aan het begin van de middag roept de organisatie op om vanwege de drukte niet meer naar Hinderlopen te komen. In de nacht van 17 op 18 februari vindt tussen Sneek en Workum een enorm tanktransport plaats. 4 opslagtanks met een diameter van maar liefst 7 meter worden van Holfrika Nerota in Sneek naar Friesland Campina in Workum verplaatst. Doordat de combinaties te hoog zijn voor de viaducten op de snelweg, gaat de route door de binnenstad van Sneek, IJsbrechtum, Nijland en Bolsward om vervolgens in Workum uit te komen. De chauffeurs moeten regelmatig hun uiterste best doen om diverse obstakels heen te rijden. In enkele gevallen worden complete lantaarnpalen tijdelijk even opzij getrokken. In IJsbrechtum is het millimeterwerk om door de smalle straatjes te rijden en ook in Nijland kunnen de grote opslagtanks er maar net langs. Bij Bolsward wordt er tijdelijk een stuk van de A7 afgezet, zodat de vrachtwagens kunnen spookrijden om vervolgens via de oprit op de N359 uit te komen. Vanaf hier is het door de brede weg gemakkelijk om Workum te bereiken. In totaal kost het 6 uur om de 25 kilometer te overbruggen. Halverwege maart is de glazen overkapping van de Broerenkerk in Bolsward weer hersteld. Na de restauratie in 2005 en 2006 komen er al snel scheuren in de gebogen glasplaten. Volgens het bedrijf dat de reparatie uitvoert, komt dit door een verkeerde productietechniek van de glasleverancier. De Broerenkerk trekt jaarlijks vele toeristen en is na deze reparatie weer het aanzien waard. Op 17 maart gaat in heel Nederland de vrijwilligersactie NL Doet van start. Ook in Zuidwest-Friesland worden de handen flink uit de mouwen gestoken.
Wethouder Sinema is op deze dag in Makkum om bij het MFC Maggenhein samen met vrijwilligers een fietsenstalling en een hek te plaatsen. Het college van BMW vindt vrijwilligerswerk erg belangrijk. De gemeente kan net bestingen zonder alle vrijwilligerswerk. Dat zie ik duidelijk om je zin. Een soort wat we maatschappelijk doen, dat is vrijwilligerswerk. Dus dan die heeft het ik zat te wezen dat een gemeentebestuur hem daarin verdiept. Wat dat nou betekent en dat hij dat ik stimuleert en promoot. Ook de andere leden van de college zitten niet stil. Zij gaan onder andere aan de slag bij een zorgboerderij en een bejaardentehuis. De gemeente Zuidwest-Friesland gaat onderzoeken of een brede school in Koudum haalbaar is. In deze nieuwe brede school zou dan het Grove Stinshof en de Wellen moeten komen. Verder zou het gebouw onderdak moeten bieden aan een peuterspeelzaal en andere voorzieningen. De nieuwe school zou op de locatie van het huidige Grove Stinshof moeten komen te staan. De beschikbare 6000 vierkante meter is groot genoeg voor de nieuwe brede school. Beide scholen zijn op dit moment aan renovatie toe. De Wellen heeft ruimtegebrek en ook het Grove Stinshof is nodig aan vervanging toe. Het gaat de gemeente Zuidwest-Friesland 164.000 euro kosten om de Milieustraat in Heeg en Koudum open te kunnen houden. Aanvankelijk wilde de gemeente de Milieustraat in Heeg en Koudum sluiten omdat ze niet meer aan de wettelijke eisen voldeden. Hier ontstond veel ophef over in de dorpen, waarna is besloten om hier ruim 1,5 ton vooruit te trekken. Hiervan zullen nieuwe containers worden aangeschaft. De machinist die betrokken was bij het treinongeluk in Stavoren in juli 2010 gaat niet strafrechtelijk vervolgd worden. Dit wordt bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in Leeuwarden naar aanleiding van een onderzoek over de ramp. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende gebreken waren waar de machinist niets aan kon doen. Bij het treinongeluk schoot de machinist van de trein tijdens werkzaamheden door een stootblok, ramde een tankwagen om vervolgens een watersportwinkel in tweeën te delen. In het voorjaar wordt bij voetbalclub KAP uit Bolsward in een ledenvergadering besloten dat er gepraat mag worden over een fusie met Bolsvardia. Bij Bolsvardia is hier al eerder over gestemd. De fusieplannen kunnen vanaf deze dag dus verder uitgewerkt worden. Over de fusie wordt al langer gepraat en is volgens trainer Loetboot zeker nodig. Op voetbalgebied denk ik dat het alleen maar een hele goede zaak is dat een stad als Bolsward, waar op dit moment bijna 10.000 inwoners zijn, en dat die drie voetbalclubs hebben, dat is in deze tijd eigenlijk onvoorstelbaar. De fusie zal veel voordelen bieden. Ze kunnen niet alleen kosten worden bespaard, maar zijn er ook groeimogelijkheden met een nieuwe club. Naar verwachting zal de kwaliteit van het voetbal in Bolsward verbeterd worden. In november zal er bij de clubs definitief over de fusie gestemd worden. De televisietak van de lokale omroep van Zuidwest-Friesland opereert al vanaf februari onder naam Studio Zuidwest. Maar op 12 mei wordt dit de officiële naam van de gehele omroep. Het starten van de nieuwe jingle markeert het moment dat er via alle frequenties voortaan hetzelfde signaal uitgezonden gaat worden. Elke dag op 106.3, 106.6, 105.4 en op de kabel 99.4. Dit is Studio Zuidwest. Voor de televisieafdeling van Studio Zuidwest betekent het ook de start van een nieuw programmaformat, waarbij reportages afgewisseld worden met gesprekken in de studio over uiteenlopende onderwerpen. Op dezelfde dag vindt ook het jaarlijkse Dobbenfestival in Koudum plaats. Dit jaar is het de organisatie gelukt om Paul Turner, bekend van The Voice of Holland, te strikken om op te treden. Het is Paul zijn eerste keer in Friesland. Omdat hij vooral in grote steden heeft gewoond, is hij het platteland niet gewend. Well, I've literally just seen in a few roads, but it's so like countryside, you know, and I've never lived in a countryside before. So it's always nice for me to see like the sea and some green. As that's very rare in my life. So it's really cool. It has such a different vibe. Paul Turner treedt een half uur lang op voor het dobbe publiek. Hij zingt onder andere het nummer van zijn auditie bij The Voice of Holland, namelijk Valerie van de Zutons. Voor 75 scholieren van het ROC Friese Poort uit Sneek die in mei voor een schoolreis naar Tsjechië zijn afgereisd, wordt het een reis om nooit meer te vergeten. Hun bus vliegt namelijk net over de grens met Tsjechië in brand. De achterkant van de bus, waar de brand is ontstaan, gaat in vlam op. Een passerende chauffeur slaat alarm, waarna de buschauffeur door de intercom oproept om de bus zo snel mogelijk te verlaten. Door de brand snel te blussen blijft de rest van de bus en daarmee ook de bagage gespaard. Niemand raakt gewond. Traditioneel staat het Pinksterweekend in Bolsward in het teken van de Elfstedentocht. Dit jaar is het een speciale editie, want de fiets-Elfstedentocht bestaat precies 100 jaar. Zaterdagochtend vertrekken ruim 1400 deelnemers voor de mini-Elfstedentocht. Ook bij deze tocht is sprake van een jubileum, want de tocht gaat voor de 40ste keer van start.
Zoals ieder jaar gaat de route door Bolsward en enkele omliggende dorpen. In de nacht van zaterdag op zondag vertrekken de deelnemers van de Step-Elfstedentocht voor een loodzwaar rondje Friesland. Mario Reijnen volbrengt dit jaar de tocht voor de 25e keer. Vooral het laatste deel, van Stavoren naar Bolsward, vindt hij het zwaarst. De laatste 20 kilometer kwam ik alleen te zitten met tegenwind en dat hebben we opgebroken. Op maandag is het de beurt aan de fietsers. Deelnemers uit binnen- en buitenland rijden de tocht langs alle Friese steden. Door het mooie weer valt de moeilijkheidsgraad mee. Hierdoor weten welgeteld 14.121 fietsers de fiets-Elfstedentocht uit te rijden. De economische recessie in Nederland heeft ook gevolgen voor de gemeente Zuidwest-Friesland. Er zal namelijk 12 miljoen euro op een begroting van ongeveer 190 miljoen euro bezuinigd moeten worden. Het college van BMW stelt voor om 5,7 miljoen te bezuinigen op het personeelsbestand en 1,3 miljoen op gebouwen. De overige besparingen moeten komen uit cultuur en welzijn, maar ook op het onderhoud van openbaar groen. Het bestemmingsplan Recreatiepark Bad Hinderlopen zal, indien goedgekeurd, drastische veranderingen brengen voor camping Schuilenburg nabij Hinderlopen. Er zijn namelijk plannen voor de bouw van 191 recreatiewoningen, een jachthaven en een winkel. Om de herinrichting mogelijk te maken, moeten de huidige bewoners van de staakcaravans verdwijnen. De bijkomende kosten kunnen veel bewoners niet betalen. Ook is het financieel vaak niet mogelijk om naar een andere camping te gaan, zodat het voor kleine 100 campinggasten niet meer mogelijk is om te recreëren. Hoewel wethouder Akkerman van het CDA van mening is dat de gemeente slechts planologisch naar het bestemmingsplan moet kijken, roepen verschillende partijen op om ook aan de sociale aspecten te denken. Daarnaast zijn er diverse voorbeelden van vergelijkbare plannen die het in deze economische crisis niet gered hebben. In de haven van Laaksum, de kleinste haven van Europa, wordt op 9 juni 2012 stilgestaan bij het 100-jarig bestaan hiervan. Burgemeester Hajo Apotheker en gedeputeerde Sietske Poepjes onthullen voor de gelegenheid een informatiebord. De fiscus die hier een brief stuurt naar de gemeente en het provinciebestuur van kinder nou net een haven komen. Dus op dat bord staat er informatie over. Helaas gooit het toepasselijke stormachtige weer wel een beetje roet in het eten. De geplande zeilwedstrijden kunnen helaas niet doorgaan en ook vliegt een tent in de lucht. Als alternatief wordt er een wedstrijd fokhijzen georganiseerd. De burgemeester benadrukt nog maar eens het unieke van deze plek. Je hebt nergens zo'n mooi contrast tussen nog een volle zee, en zeker nu, en landschap, water, wind, zon en regen. En dat is bijzonder. Het failliete bedrijf Metal Finish wordt overgenomen door Dauma Staal uit Sneek. Het bedrijf neemt onder andere de buisafdeling en de groothandelspoot over. Het bedrijf Eurofinish, wat ook deel uitmaakt van het concern, komt in handen van oud-Metal Finish manager Gerrit de Boer. Door de overname blijft de werkgelegenheid voor 28 van de 44 werknemers. Op 21 juni wordt in Bolsward de nieuwe rondvaartboot van Stichting Rondvaartboot Bolsward afgemeerd bij de opstapplaats naast het stadhuis. De boot, genaamd Oliekoek, is een zeer schone elektrisch aangedreven fluisterboot geworden. Het is gebouwd als schoolproject door scholieren van de opleiding scheepsmetaalbewerken van de ROC Friese Poort. Ieder jaar komen er zo'n 2000 toeristen op de rondvaart af die volledig door vrijwilligers gerund wordt. De plannen voor de herontwikkeling van camping Schuilenburg vlakbij Hinderlopen gaan door. Dit is in de raadsvergadering van 21 juni besloten. De eerder ingediende moties van verschillende partijen halen het niet, zodat de campinggasten alsnog plaats zullen moeten maken voor de geplande 191 vakantiewoningen. Zoals gebruikelijk staat de laatste volle week van juni in Bolsward in het teken van Heermiel. Dit jaar is het een speciale editie, want het Heermiel viert haar 60-jarig bestaan. Het Heermielfeest begint zoals gebruikelijk met een optocht van praalwagens door de stad. Om 8 uur 's avonds opent Heer Kenningingen Lisanne Wielsma het 4 dagen durende feest. Burgemeester. Iedereen is een boosheid en opgrieten, boetelandse vreun en vreundin. Ik wil Elsenien hartelijk bovenmieten bij de opening van het Heermielfeest van 2012. Vanwege het jubileum is er een reunie voor alle Heermiel-trio's georganiseerd. Voor de gelegenheid is er ook een boek over 60 jaar Heermiel gemaakt, dat door Klaas Jansma aan Hajo Apotheker uitgereikt wordt. In Kouden wordt het vleermachine-monument onthuld door Hajo Apotheker en Mary Bethune. Tijdens de oorlog was zij verloofd met Bobby Williams, de gesneuvelde piloot van het vliegtuig waar het monument voor opgericht is. Tijdens de onthulling zijn familieleden van de bemanning van het neergestorte vliegtuig aanwezig. In my 80th year, as you get older, you find that the only real important thing is family. So that's why I'm here.
Na afloop van de onthulling wordt nog een rit door de omgeving gemaakt, waarbij diverse locaties die relevant aan de crash waren, bezocht worden. Een van deze locaties is het huis waarvan het vliegtuig het dak raakte vlak voor het ongeluk. Op vrijdag 6 juli is het een beetje Koninginnedag in het zuidwesthoek van Friesland. Want Hare Majesteit de Koningin brengt een streekbezoek aan deze regio. Met een bezoek aan Heeg, Woudsend, Balk, Oude Middum, Koudum, het Heideskip en Workum krijgt koningin Beatrix een uitgebreid beeld van de regio voorgeschoteld. De koningin begint haar bezoek in Heeg, waar ze met inwoners, ondernemers, overheden en belangenorganisaties over de gemeentelijke herindelingen van Zuidwest-Friesland en de toekomstige gemeente de Friese Meren spreekt. Hierna begeeft de koningin zich naar Woudsend, waar ze aan boord van de Gaasterland stapt. Onderweg wordt ze geïnformeerd over projecten die het toerisme in deze streek moeten bevorderen. Via de Luts komt het gezelschap Balk binnen, waar de koningin een lunch aangeboden wordt. In Oude Middum brengt koningin Beatrix een bezoek aan de boerderij van de familie Westra. Hier wonen en werken twee generaties samen in het boerenbedrijf. Innovaties, duurzaamheid en klassieke veeteelt worden met elkaar gecombineerd. De volgende bestemming is Koudum, waar Hare Majesteit een bezoek brengt aan multifunctioneel centrum De Swel. In dit gebouw is naast de middelbare school, bibliotheek en jeugdsoos ook de televisiestudio van de lokale omroep Studio Zuidwest gevestigd. Ook hier toont de koningin haar interesse. In het Heidenskip woont de koningin een demonstratie van het vieljeppen bij, waarna ze haar weg vervolgt naar Workum, de laatste bestemming van een streekbezoek. Onder muzikale begeleiding maakt ze een korte wandeling naar het gemeentehuis om het streekbezoek af te sluiten. Er kan terug worden gekeken op een bijzonder geslaagde dag. Van 8 tot en met 14 juli wordt in Friesland de Dong Energy Solar Challenge gevaren. In deze wedstrijd proberen boten op zonne-energie in zo kort mogelijke tijd de route van de Elfstedentocht af te leggen. Het merendeel van de deelnemers bestaat uit hogescholen en universiteiten. Maar er zijn ook middelbare scholen die meedoen. Eén daarvan is het Marne College uit Bolsward. Na de etappe van Sloten naar Bolsward zijn ze positief. Hoe is het gegaan vandaag bij jullie? Nou goed, we liggen nu waarschijnlijk vierde of vijfde in het klassement van de B-klasse. Dus naar wens. Ja, dat is inderdaad naar wens. Al denk ik dat je het liefst natuurlijk op één staat. Tuurlijk, maar als je kijkt wat er voor ons staat, dat zijn hogescholen en universiteiten. Dus dan vind ik dat we het toch behoorlijk goed doen als middelbare school. Uiteindelijk weet het Marne College als vierde te eindigen in het eindklassement. Daarnaast ontvangt het team de zogenaamde Fair Play prijs. Omdat ze altijd lachten en nooit klaagden, zijn zij het schoolvoorbeeld van hoe een team zich moet gedragen in de organisatie. Op 3 augustus wordt in Sneek de 77ste Sneekweek geopend. Traditiegetrouw vindt in de stadhuistuin de openingsceremonie plaats. Tijdens de ceremonie wordt de pandschipper van het jaar bekendgemaakt en dit jaar is het Johan de Visser, die is uitgeroepen tot de schipper in de orde van de Sneekerpan. Een prachtig symbool van schip, sfeer, huiselijkheid en sport. Alsjeblieft. Dank u wel. Na afloop van de ceremonie is het tijd voor de vlootschouw, welke ook dit jaar zeer sfeervol verloopt. Duizenden mensen zien de verschillende klassen voorbij varen om vervolgens van een vuurwerkshow te genieten. Op de hardzeildag van de Sneekweek is het goed weer voor zowel de deelnemers als de toeschouwers. Flink wat zon en ook een stevige wind. In totaal doen 760 deelnemers mee aan de Sneekweek, minder dan vorig jaar, maar toch kijkt de organisatie terug op een geslaagde dag. Voor de gezelligheid op het eiland, nou ja, hartzieldag is de dag, hè, tijdens de Sneekweek, nou ja, kijk maar om je heen. Beter kan je het niet treffen. Op 24 augustus opent Pieter van Vollenhoven in de Sint-Gertrudeskerk in Workum zijn eigen foto-expositie. Een aantal van zijn mooiste natuurfoto's die hij de afgelopen jaren gemaakt heeft, zijn er te bewonderen. Fotografie is overigens nog maar relatief kort een hobby van Van Vollenhoven. Een hobby is het pas geworden in het digitale tijdperk. Het was voor mij te ingewikkeld en ik dacht dat is niets. En er is een trouwe ziel geweest die heeft me uitgelegd hoe het werkte en toen ben ik razend enthousiast geworden. De expositie is een initiatief van Beeldenstad Workum. In eerste instantie had de organisatie twee andere exposanten in gedachten, maar toen deze niet konden komen, viel het oog op Van Vollenhoven. De opbrengsten van de expositie komen ten goede aan Fonds Slachtofferhulp. De gemeenteraad van Litten-Surradiel zal in de eerste helft van 2013 zijn bevolking laten kiezen bij welke gemeente zij willen gaan behoren. In totaal zijn er 7 verschillende mogelijkheden bepaald. Zelf heeft de gemeente wel 2 voorkeursvarianten in gedachten. Er zullen 23 bijeenkomsten in alle dorpen met een dorpsbelang worden gehouden. In alle varianten zal een deel van de gemeente bij Zuidwest-Friesland aangesloten worden. De toekomstige opheffing van de gemeente zal zijn op uiterlijk 1 januari 2018.
Waterpark Moenewetter in Witmarsum is verkozen tot openluchtzwembad van het jaar 2012 van de provincie Friesland. Landelijk eindigt Moenewetter op de 8e plaats. Het bestuur is zeer content met de hoge waardering van het publiek. In totaal hebben er zo'n 20.000 mensen meegedaan aan deze landelijke verkiezing. Eind november zal de prijs worden uitgereikt. De gemeente Zuidwest-Friesland wil op de bibliotheken gaan bezuinigen met een bedrag van 400.000 euro. Dit zou inhouden dat er 5 vestigingen mogelijk moeten sluiten. Het zou dan gaan om de bibliotheken van Koudum, Aylst, Makkum, Witmarsum en Workum. De bibliotheken vragen zich af in hoeverre het dan nog mogelijk is om een fatsoenlijke bibliotheekvoorziening overeind te kunnen houden. In de gemeente is een petitie opgestart om de bezuinigingen van tafel te vegen. Een ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt verdacht van fraude. Er zou geknoeid zijn met de contracten van het nieuwbouwproject De Houkenpoort in Sneek. Hoewel er in 2009 een contract was afgesloten voor 7 miljoen euro, is de aannemer in het bezit van een door de burgemeester ondertekend contract van 14 miljoen euro. Het is onduidelijk waarom de afspraken vervalst zijn, omdat er geen sprake zou zijn van verrijking. De Rijksrecherche gaat een onderzoek uitvoeren naar de zaak. De ambtenaar is ontslagen. De provincie Friesland heeft plannen om op 2 plaatsen in de gemeente windmolenparken aan te leggen. Het gaat om een gebied in het IJsselmeer en in de driehoek tussen Harlingen, Makkum en Bolsward. In het plan staat dat het zou gaan om 200 windmolens die een hoogte kunnen hebben van 150 meter. Hierdoor zal het landschap in de gemeente drastisch veranderen. Dat er veel protesten zijn tegen deze plannen laat zich raden. Een organisator van wandeltochten spreekt van landschapsvervuiling. Afgezien dan van het feit dat ze zo overheersend zijn dat het eigenlijk niet uitmaakt waar ze staan. Ze zijn altijd in beeld. Je moet denken aan erger dan de Averotoren in Leeuwarden. Enkele duizenden mensen tekenen vervolgens een petitie tegen de geplande windmolenparken. Om zo de provincie duidelijk te maken dat het plan om meerdere redenen van de tafel moet. Op 5 oktober wordt in Pingen het nieuwe dorpsschoolhuis De Nije Bon geopend. Zoals de naam al verraadt, gaat het om een multifunctioneel gebouw. De leerlingen van de basisschool maken al sinds het begin van het schooljaar gebruik van de nieuwe locatie. Naast de school gaan 15 verenigingen uit Pingen gebruik maken van de ruimte. Het gebouw is door middel van zonnepanelen en een warmtepomp energie-neutraal. De gemeente Zuidwest-Friesland gaat met 2,5 miljoen euro bezuinigen op het eigen personeel. Dit maakt deel uit van de geplande bezuinigingen die de gemeente in juni bekend maakte. Het college stelt voor om een gehele managementlaag uit de organisatie te halen. Het gaat hier om 13 fulltime banen, wat neerkomt op 20 mensen. Een andere maatregel is het afschaffen van de kosten van het woon- en werkverkeer, wat ongeveer 350.000 euro oplevert. Regisseur Steven Jong maakt in Bolsward filmopnames voor de speelfilm Leven Boerenliefde. In de straten van Bolsward zijn de hele dag veel bekende Nederlanders te zien. Er worden onder andere opnames gemaakt bij de Broerenkerk, waarbij een tractor toeschouwers op een haartje naar mist. Het was voor de regisseur voor de hand liggende keuze om het centrum van Bolsward als locatie te kiezen. Ik woon hier om de hoek. En ik ben altijd een beetje op zoek naar plekken dat ik niet altijd in die auto hoef te zitten. Ik moet zo vaak naar Hilversum in Amsterdam. Dus dan probeer ik het maar eens om te draaien. En dat is dit keer gelukt. Dus nu heb ik de hele bubs hier. Ook voor enkele Bolswarders is een rol als figurant weggelegd. De hele middag schijnt de zon volop, maar toch is het wel koukleumen voor de spelers die voor de film zomers gekleed zijn en veel geduld moeten hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzoek laten doen naar de exploitatie en het beheer van de 4 publieke zwembaden in de gemeente. Het gaat om de Rolpeel in Workum, het Rak in Sneek, Vitalo in Bolswart en Moenewetter in Witmarsum. Voor de toekomstvisie zijn 3 scenario's opgesteld die nog onderzocht gaan worden. Het college stelt voor om een scenario te kiezen waarbij het voor iedere inwoner mogelijk is om in 20 autominuten een zwembad te bereiken. Het plan om 5 bibliotheken in Zuidwest-Friesland te sluiten is voorlopig van tafel. Dit is op 31 oktober in de raadscommissie besloten. Tegenstanders van de sluiting overhandigden maar liefst 8000 handtekeningen tegen het besluit om de vestigingen in Koudum, Makkum, Aylst, Workum en Witmarsum te sluiten. Wethouder Wichler Sinema geeft toe dat het onderzoek niet helemaal in orde was. Dit zou komen doordat het onder tijdsdruk geschreven is. Er komt nu een ander, uitgebreider onderzoek om te kijken wat de oplossingen zijn. Het nieuwe cultuurkwartier Sneek wordt op 1 november geopend door koningin Beatrix. Het is alweer de 2e keer in korte tijd dat ze een bezoek brengt aan onze gemeente. Het cultuurkwartier Sneek bestaat uit het kunstencentrum Atrium, Poppodium het Bolwerk en het theater Sneek. Hare Majesteit brengt eerst een bezoek aan een bandoptreden, een balletles en een demonstratie van moderne dans.
Hierna verricht koning Beatrix onder grote publieke belangstelling de openingshandeling door een grote sleutel om te draaien. Hierdoor wordt een grote ballon onthuld. Als afsluiter wordt er een rondleiding door het nieuwe theater gegeven. Bodemverontreiniging legt de werkzaamheden aan de Johan Friesersluis in Stavoren voorlopig stil. Dit heeft de provincie Friesland bekendgemaakt nadat aannemer Ballasnedam de verontreiniging ontdekte. Het is nog niet bekend om wat voor verontreiniging het precies gaat. Welke gevolgen de vervuiling op de werkzaamheden zal gaan hebben is pas duidelijk als er een saneringsplan gemaakt is. Volgens de planning zou de nieuwe sluis in de zomer van 2013 klaar moeten zijn, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er volgend jaar niet meer voor de bruggen in Zuidwest-Friesland betaald hoeft te worden. Hiermee verdwijnt het bekende klompje uit het straatbeeld. De gemeente wil met de maatregel recreatie en toerisme stimuleren en een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Wethouder Maarten Offinga vindt dat het klompje hier niet meer bij past. Om het verlies van 200.000 euro te compenseren, zal het lichtgeld voor pleziervaartuigen met 25 eurocent per meter worden verhoogd. Plaatselijk Belang Makkum heeft middels een schrijf van de gemeente Zuidwest-Friesland haar zorg herkenbaar gemaakt omtrent 3 onveilige verkeerssituaties in Makkum. Plaatselijk Belang zou graag op 3 punten in het dorp veranderingen zien. Namelijk bij de Daltonschool, de christelijke basisschool en aan de rondweg richting de wijk Engwier. In alle gevallen loopt de veiligheid van schoolgaande kinderen in gevaar. De verkeerssituatie, wat vindt u ervan hier? Vind ik bar slecht, als ik eerlijk ben. Ja, want het vliegt hier... Angela, wacht even hoor. Het vliegt hier ontzettend hard met de auto's. En als je met je voeten op een streep staat, om zo moet zeggen, op de witte zebrapadstreep, vliegen ze je nog voorbij met de rotgang. De gemeente is gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen te onderzoeken. 2012 is ook het jaar van de Bolsweerderband Deadline, want zij vieren hun 25-jarig jubileum. Het begon allemaal in de schuur net buiten Bolsward, waar wel eens wat gespeeld werd. 25 jaar later zijn ze uitgegroeid tot een veelgevraagde allround band met een enorm repertoire. Het jubileum moet groots gevierd worden. In onze studio blikken Dietmer en Wout vooruit op een jubileumconcert. Het is eigenlijk 5 jongens. Ja. Soms ook nog in kleren waarvan je denkt, van, man, had je niet even wat anders uit kunnen zoeken. Maar dat maakt niet uit. Tenminste, dat denk ik hoor. Ja. Ik denk dat dat Deadline is. Deadline, ja. En deze Deadlineavond wordt op 10 november in een uitverkochte Zaandobbe in Koudum gevierd. De gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie Friesland hebben een nieuw onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheid voor het laten rijden van een stoomtrein tussen Sneek en Stavoren. In november 2011 is de Friese stoomtreinmaatschappij failliet verklaard, maar de stoomtrein wordt nog steeds gezien als een toeristische trekpleister. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat zelfstandige exploitatie zonder hulp van de overheid niet mogelijk is. Een alternatief is om de stoomtrein te integreren in de dienstregeling van Arriva. De remise van de stoomtreinmaatschappij was al zo goed als klaar toen het faillissement uitgesproken werd. De schuldeisers ProRail, bouwbedrijf Friso en Rabobank zijn alle van mening dat zij nu de meeste rechten hebben op dit gebouw. Het gebouw staat op ProRail grond, terwijl bouwbedrijf Friso nooit betaald is voor het bouwen van de remise. Ook Rabobank meent rechten te hebben door een hypotheek van 1 miljoen euro die was afgesloten. Door de claims kan geen andere bestemming voor het gebouw gezocht worden. Het is de Warnse sportvereniging WSV gelukt om met een ambitieus plan onder de naam Sportdorp Warns een subsidie binnen te halen van ruim 42.000 euro. Het geld is beschikbaar gesteld door het NOC-NSF. De vereniging wil nu met verschillende partijen om de tafel om een sport- en bewegingsaanbod te realiseren wat iedereen aanspreekt. Uiteindelijk moet dit tot een hogere sportdeelname en een sterker sociaal leven in Warns en omstreken zorgen. De gemeente Zuidwest-Friesland wil een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en de consequenties van een vaardoorgang door de Pottenzeilflat. Dit in het kader van de vaarverbinding tussen de Geel en de Woudvaart in Sneek. Volgens de gemeente zou een vaart door de flat technisch niet veel problemen geven, maar het zijn de bewoners die niet blij zijn met de plannen. Ze zijn bang voor schade aan hun appartementen en overlast van de bootjes. De fusie van de voetbalclubs KAP en Bolsvaria gaat definitief door. In een ledenvergadering hebben de leden ingestemd met de fusieplannen. Het plan is om vanaf het seizoen 2013-2014 verder te gaan als één vereniging. In Sneek is onder grote belangstelling de blauwe Fumerusflat op spectaculaire wijze gesloopt. Door middel van hydraulische cilinders werden een aantal wanden uit elkaar gedrukt, waarna de flat in verschillende etappes in elkaar zakte.
Nou, toen ik hoorde dat het ging kraken, moest ik ineens ontzettend trillen. Want ik vond het zo eng als het ware. Want ik heb er zelf in gewoond. En als je dan ziet dat het ding zo naar beneden gaat, dan ja, dat doet wel wat. Het ging heel beheerst. Je zag dat er wat muren weggedrukt werden en op een gegeven moment, ja, met wat meer kabaal, viel het netjes naar beneden, zonder zo'n heel gedeelte, zeg maar. Na een kwartier was het schouwspel precies volgens plan voorbij. Wat overbleef was een berg puin van beton en ijzer. Als al het puin is opgeruimd, wil Accolade hier 86 nieuwe woningen gaan bouwen. Sommigen noemden het een tegendraadse trend, de vernieuwing of opening van in totaal 17 winkels in Makkum. Op 25 november ging burgemeester Hajo Apotheker gewapend met een schaar door de straten van Makkum om allerlei openingshandelingen te verrichten. In een uur tijd opende Apotheker op Superzondag, zoals hij deze dag zelf noemde, onder andere een museum, een kapsalon en een fietsenwinkel. Thomas Groeneveld, zelf ook ondernemer, denkt dit te kunnen verklaren. Ja, Makkum is natuurlijk gigantisch aantrekkelijk bij toeristen en ook bij eigen inwoners. En er zijn gewoon ondernemers opgestaan die er zin in hebben. En zo verklaar ik eigenlijk de trend. Na de reeks openingen was het tijd voor een afsluiting. Want in de doopsgezinde kerk werd op symbolische wijze de gaskraan afgesloten. Dankzij zonnepanelen is hier geen gas meer nodig. De christelijke basisschool Schoolplak in Burgwet moet in juli 2013 aan het eind van het schooljaar sluiten. Op de school zitten slechts 16 leerlingen, terwijl het landelijk minimum 23 bedraagt. Een aantal jaar geleden had de school nog rond de 40 leerlingen, maar dit aantal is de laatste jaren drastisch naar beneden gegaan. Er zijn bijna geen nieuwe kinderen bijgekomen en veel zijn uit het dorp vertrokken. Daarnaast ziet het er niet naar uit dat hier de komende jaren verbetering in zit. Met ingang van 9 december 2012 zijn de bussen van Connection in de regio Noord- en Zuidwest-Friesland uit het straatbeeld verdwenen. Vervoerder Arriva is hiervoor in de plaats gekomen. Ook is er een nieuwe dienstregeling voor start gegaan. De nieuwe dienstregeling zou een betere aansluiting op de treinen moeten geven. Ook zijn er ritten met weinig passagiers verdwenen, waar de opstapper voor in de plaats is gekomen. Johannes Rietma uit Oudega is de runner-up van het televisieprogramma The Voice of Holland geworden. In de liveshows wist hij keer op keer door de stemmen van het publiek te winnen, maar in de finale was het Lione Filippo die won. Begin november, toen hij nog niet zo bekend was in Nederland, was Johannes de gast in een radioprogramma van Studio Zuidwest. Hierin vertelt hij dat de band waarin hij speelt op zoek was naar een zanger. We zijn eerst begonnen toen dachten we van we moeten eigenlijk een zanger of zangeres erbij hebben. Want eerst ging het spelen, ging alleen, nou dat ging. Maar erbij zingen, dan raak je het al snel wat kwijt. Dus goed oefenen en later, we konden nooit een zanger of zangeres vinden. En toen heb ik dan maar gezegd van nou, ik probeer het eens. En zo is dat eigenlijk uitgegroeid. Rondom Johannes ontstaat de ware hype. Zelfs de lokale bakker weet er een graantje van mee te pikken door speciale Johannes bierbroodjes te verkopen. Ja, je denkt er zo naar en je zorgt dat het natuurlijk in Zuidwest-Friesland een fenomeen wordt. En denken van ja, wat kunnen we daarmee doen? Maar ook met een tweede plaats heeft de Friese rocker de komende tijd genoeg optredens in de agenda staan. Op de weide Noorderhorne in Sneek staat voor de kerst 2 dagen lang een kleine kopie van het Glazen Huis in Enschede. De DJ's Joey Heerman en Willem Schaap zullen hier 48 uur lang zonder te eten geld ophalen voor Serious Request. Op verschillende manieren halen mensen geld op. Zo worden onder andere complete fooiepotten weggegeven, is er een veiling en wordt er op straat gecollecteerd. Uiteraard kan er bij het glazenhuis zelf ook gedoneerd worden. Ja, we hebben natuurlijk de brievenbus, de welbekende brievenbus. En daar kan iedereen gewoon langskomen en doneren. Je mag aangeven waarom en waarom je ook meedoet en waarom je het een warm hart toedraagt. En van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Letterlijk zakken met geld worden door de brievenbus geschoven. We moeten niet vergeten dat elke euro is er natuurlijk één. En als je nagaat voor 20.000 euro, als je in een soort van schaal, is 20.000 euro een soort van de max. Want daar heb je een totale kliniek voor, waar alles is en vrouwen dus veilig kunnen bevallen. Het uiteindelijke bedrag dat opgehaald is voor Serious Request bedraagt 28.655 euro. En hiermee besluiten we deze uitzending. Namens alle medewerkers van Studio Zuidwest wensen u een bijzonder goed 2013 toe. Bedankt voor het kijken en ontzien.